De 16-jarige Haide Hassanzade uit Rabat is op broedwijze vermoord door haar eigen familie onder het mom van wat wordt beschouwd als eer. Volgens Hengal werd het lichaam van Haide Hassanzade, vier maanden na haar moord, op 18 september ontdekt door burgers tijdens het lozen van water in de dam van de stad Sardesh. Ze werd gevonden met haar voeten vastgebonden aan een cementblok en haar handen, ogen en mond verzegeld met tape. Ze was sinds juni van dit jaar verdwenen. Haar familie beweerde dat hun dochter Iran had verlaten om de moord te verbergen. Volgens ingelichte bronnen is Omid Hassanzade, de vader van het 16-jarige slachtoffer, momenteel gearresteerd en heeft hij de moord op zijn dochter bekend. De reden voor de moord op Hede was dat ze te laat thuis kwam, wat een eergerelateerd motief werd genoemd.